zeggen. Dag, u spreekt met Tony van Kapsalon Hair Everywhere. Ja, u stond op onze voicemail voor een afspraak, dus ik bel u even terug. Maar ik moet u misschien teleurstellen, vandaag zijn we verder gesloten. Ja, het is zo prachtig weer. We zijn naar het park gegaan, mijn vriend en ik. Ja. Nee, morgenmiddag zijn we waarschijnlijk weer geopend. Niet aan me zitten, alsjeblieft. Ja. Vanaf 12 uur morgenmiddag zijn we weer geopend. En u hoeft geen afspraak te maken. Bij ons is de hele dag een gaatje. Mag ik u vragen, wat voor behandeling had u in gedachten? Oh ja. Nou, nee, ik ben niet zo heel enthousiast. Het is niet echt spannend natuurlijk, hè. Nee, met uw hoofd komt het altijd wel in orde. Heeft u wel eens aan gedacht om iets aan de onderkant te laten doen? De bottom line. Die moet ook af en toe worden bijgerimmeld, vindt u niet? Ja, daar zijn bij ons grote mogelijkheden voor. Mag ik u vragen, in welk jaar bent u geboren? 1961. 40 jaar niks aan de onderkant gedaan. Nou, dan houden we het kapje er even mee op als u het niet erg vindt. Nee hoor, één keer moet de eerste keer zijn. Dat was maar een grapje van het kapje. Ja. Nee, misschien dat de behandeling iets langer duurt dan gemiddeld. Dat zou kunnen. Nou, ik zou schatten zo'n 10 minuutjes per stand. Nou, dan leg ik het u toch even uit. Onze behandelstoel kent 3 standen. In stand 1 hangt u heel licht achterover. Daar merkt u eigenlijk niks van. Dan werken we met een reguliere schaar. Werken we eventjes de hoofdweg naar het zuiden bij. Dan wieden we het ergste onkruid even weg. Daarna gaan we door met de tondeuse. En dan werken we in concentrische cirkels naar het midden. Ja, en dan maken we de schacht even vrij. Ja, de schacht moet vrij. 2008 is het jaar van de vrije schacht. Zo staat het op onze etalage. Nee, moet u luisteren, meneer. De tijd dat de vrouwtjes het nog spannend vonden als de vuurtoren midden in het bos stond, is wel voorbij. De meisjes willen niet meer zoeken naar de eitjes. Dus wij halen het nestje even weg. Nou, komt u in standje 2 terecht, gaat u iets verder achter. Ja, niet al te ver, de beentjes een beetje wijd. En dan punten we het zakje een beetje bij. Voor de gladde balletjes. Nee, daar voelt u niks van. Dat gaat allemaal met de scroto-shave. Nee. Harsen doen we daar niet meer. Nee, het is in het verleden iets te vaak gebeurd bij het losrukken van de hechtpleisters. Dat de knikkertjes over de tegeltjes stuiten. Daar kregen we boze briefjes van. Nou, komen we standje 3. Dan wordt u gewaarschuwd, want dan gaat u even helemaal ondersteboven. Hoep, zei de chauffeur. En dan hangt u met een beetje in de lucht. En dan schaatsen we even door de naad. Oh, er groeit van alles. Je hebt er zelf alleen geen idee van. Nee, we maken eerst even een snel tochtje met de kruimeldief. Voor de losse stukjes. Papiertjes, pluisjes, draadjes, dingetjes, onbestemde balletjes. Zeg maar het zwerfvuil van het heuvellandschap. En als de Koningsvallei helemaal schoon is, dan doen we er een lekker zalfje op. Laten we even een kwartiertje intrekken. Ja, hangt een kwartiertje ondersteboven. Met een lekker kopje koffie erbij. Helpen wij intussen iemand anders. En dan gaan we daarna even met het hele team in het spiegeltje kijken. Of uw tweede mondje alweer praatjes heeft. Nou, lijkt u dat wat? Zien we u morgenmiddag langskomen. Ja, we herkennen u zeker. Hartstikke leuk. Tot morgenmiddag. Dag meneer Dokters van Leeuwen. Thank you.